Van oudsher is bij sloten tol geheven. Wie over land of water door of langs sloten wilde, moest betalen. Eeuwenlang kwam alle scheepvaart van Friesland naar Holland door sloten. Eerst inden de heren van sloten het tolgeld. Na 1604 werd dat gedaan door het stadsbestuur. Sloten lag aan een drukke handelsroute en tegen het einde van de 18e eeuw passeerden dagelijks wel 100 schepen. Ook 's nachts werden de schepen doorgelaten, maar dan wel tegen dubbel tarief. Vertold werden onder andere boter en kaas, granen, wijn en bier en turf. De tol werd pas opgeheven in 1951. De laatste tolgaarder was Pieter van der Heij. Tja, ik heb hier ruim 27 jaar de tol opgehaald. Van 's ochtends 5 tot 's avonds 11. Nou, samen met mijn vrouw. Anders waren die tijden natuurlijk niet vol te houden. Deze tol bestaat al zo'n 343 jaar. Nou, voor de weggebruikers dan, hè? De tol voor varenden was er al langer. Nu is het een kwartje voor een auto en voor een motor 15 cent. Nou, dat loopt aardig op, hoor. Soms heb ik dagen dat ik 1500 keer de slagboom open doe. Sloten heeft dat geld trouwens hard nodig. Want dit is de belangrijkste bron van inkomsten van de stad. Maar ja, aan alles komt een eind. Ze gaan een weg rond de stad aanleggen. Dus dan komt er geen hond meer door sloten. Weginkomsten. De stad zal het verder moeten doen met overheidssteun. Ja, dat wordt natuurlijk niks. Maar ja, het zal mijn tijd wel duren. Ik heb hobby's zat. Pieter van der Heij was een verwoed modelbouwer. In zijn vrije tijd maakte hij miniaturen van zeiljachten die overal op de wereld tentoongesteld werden. Zijn grootste werkstuk is een maquette op schaal van sloten anno 1953.